Ja, vrienden, het zijn zware tijden. Financieel, ja, energie, maar zeker in de supermarkt. Ja, want die prijzen die lopen maar op en noem maar op, want alles wordt duurder. En daarom, ik geef even door. Of, ik weet niet of jullie het gelezen hebben ook. Consumentenbond, die heeft een onderzoekje gedaan naar aanmerken en de huismerken bij de supermarkten. En wat blijkt, je kan je enorm mee besparen. Ja, 50% goedkoper. Ja. De huismerken. Dus ja, maar goed, dat is niet nieuw hoor voor mij, want hebben ze hier thuis ook. Met Jut. Ja, die doet niet anders. Ja, oh, er zit hier een vlieg weg. Dus die Jut, die doet niet anders. Die zit ook altijd maar te snuffelen naar. Ja, nee, daar. Neem gewoon een huismerk hoor, zegt ze dan. Hier, kijk hier, dit soort dingen. Koop ze gewoon, hè? Ja, dat is dan niet een alternatief voor Nivea of zoiets. Ja, dat hebben we gewoon in huis. En dit soort dingen. Die kan je ook kopen van Bonduelle. Nee, dat is er ook weer een huismerk. Of zelfs een wc-papier, zag ik. Dat had ze hier gekocht bij Carrefour, huismerk. Ja, ja. En zo gaan ze maar door. Dit ook. Hier, zag ik staan. Huismerk. Doet ze gewoon, Jut. Die zit gewoon te snuffelen naar de huismerken. Laatst ook kreeg ik appelmoes. Hoe vind je die, appelmoes? En ik hou nou één keer van, lekker, weet je wel, gewoon een Hollands, een beetje hak appelmoes, lekker, weet je wel. Nee! Krijg ik een huismerk. Zeg ze, dat maakt helemaal niet uit. Want waarschijnlijk wordt dat huismerk ook gewoon bij Hak in de fabriek gemaakt. Ja, dus, en dan betaal je alleen maar de naam. Weet je wel, zo. Ja, dat. Ik zeg, maar ik vind die Hak nou... Nee, niks. Dirk van den Broek, die schijnt heel goedkoop te zijn. Dat stond in dat onderzoek van die Ja, goedkoopste van allemaal. Ja, en dan denk je van, ja, Harry, kom jij weer... Eerst al met die gehakt, met die Dirk van den Broek. Ik heb niks met Dirk van den Broek, vrienden. Echt niet. Nee, maar ik geef het maar door. Die was de goedkoopste. Ik geloof je shampoo. Scheelde geloof ik €3. Alleen de shampoo bij Dirk van den Broek. Ja, shampoo weet ik veel. Maar goed, ik zou dus zeggen. Vrienden, en kijk naar de aanbiedingen, hè. Ja. 1+1 of weet ik veel aanbiedingen van aanmerken. En als die er dan is, zo'n aanbieding, hup, sla gelijk in voor 2 maanden. Ja, dus zo moet je besparen, vrienden. Pak gewoon al die huismerken en let goed op het bonnetje bij het afrekenen. Of ze het gewoon ook zo berekend hebben die kassa's, want die brrrt, die kassa's of die kassières, die willen wel eens dingetjes vergeten. Of ja, dus let daar goed op, hè, vrienden. Nou ja, in ieder geval, hey, leven het huismerk.